Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Het is eindelijk zover, want de nieuwe Battlefield 2042 is officieel uit. En we hebben hier natuurlijk heel veel jaren op gewacht. Dus ik ben blij dat we eindelijk kunnen gaan knallen. En ik heb heel stiekem al heel veel uren in de game zitten. Jullie heel erg bedankt allemaal voor het intunen. Heel erg bedankt allemaal voor de support. Heb je er nou zin in? Ram natuurlijk zo'n keihard blijft, dus het super gaaf vinden. En natuurlijk ook even snel IE bedankt voor het sponsoren van deze video. Maar als wij kijken naar de verschillende game modes, hebben wij ten eerste All Out Warfare. Dit zijn hele grote gevechten met in totaal 128 spelers in de map. In natuurlijk de originele Conquest game mode, maar ook in de Breakthrough game mode. De volgende game mode is Hazard Zone. En in Hazard Zone spelen 8 teams van 4 spelers tot het bittere einde. Iedereen spant namelijk in de map en je doel is om data drives te verzamelen. Heb je die data drive, dan moet je gaan extracten. Maar het ding is, iedereen die wil natuurlijk extracten. En er zijn maar 2 extraction vliegtuigen per match. Mis je die allebei, dan heb je automatisch verloren. En het is natuurlijk een nieuwe take op het Battle Royale genre. En ik kan je zeggen, we hebben op dit moment al 4 games gewonnen. Dus we zijn lekker bezig. En als laatste hebben we de Porto Game Mode. En dit is een community-based game mode waar je zelf je eigen service kan gaan starten. En het is heel erg bijzonder, want je hebt namelijk de assets van Battlefield 2042, maar ook van Battlefield 1942, maar ook van Battlefield Bad Company 2, maar ook van Battlefield 3. En je kan het dus zo gek maken als je maar wil. Wil je op een Battlefield 1942 map spelen met de wapens van Battlefield 2042, dan plop je die bij elkaar en dan kan dat gewoon. Hoeveel spelers, welke maps, welke wapens, wat voor game mode, dat kan je allemaal zelf maken in je eigen server. En die server kunnen natuurlijk ook weer andere spelers joinen. Dus deze game mode gaan we in een toekomstige video uitchecken. Maar voor nu gaan we gewoon naar de All Out Warfare. De game is begonnen en kijk even hoeveel mensen hier rennen. Allemaal individuele spelers. En dit wordt gekkenhuis. Ons doel is om de objectives A1 en A2 aan te vallen, over te nemen en door te gaan naar de volgende objectives. Dus zet hem op allemaal jongens, ren erop af. En dan gaan we het meemaken. Ik heb de DM7 aangezet als mijn wapen. Dat is, er zit er al één op ons te schieten. Ik heb hem al gehit in zijn koppie. Er loopt er links ook nog eens als je zag. Maar we moeten toch echt naar voren. Dit is een lange afstands rifle, oftewel een marksman rifle. En hij zit er nog steeds, dat dacht ik al. Ik had hem al gehit, hij ging wat dekking zoeken. Maar dat heeft hij niet overleefd. We worden hier helemaal omsingeld. Kijk uit hoor jongens. Oké, die is neer, goed gedaan. Echt overal waar je kijkt staan nu gewoon mensen die linie te verdedigen. Met snipers, met marksman rifles, met assault rifles, submachines, alles. Lijnmachines. Op wie moet ik gaan schieten? Want overal waar ik kijk zie ik gewoon mensen joh. Echt overal waar je kijkt zie je mensen. En nu is het handig voor de vijanden, want die hoeven alleen maar ons tegen te houden. Maar wij moeten natuurlijk daadwerkelijk naar voren proberen te komen. Daar rechts loopt er ook een. Helemaal daar. Nice, goede headshot. We zitten in de hovercraft. Doe het, teammate. Die is gehit. Hij moet proberen om er langs te hoeveren. Ik weet niet hoe je dat wil noemen in dit ding. Nice, die heb ik. Die staat er ook nog één. Die hebben we ook. Daar verderop, verderop. Uh-oh, we worden ge-RPG'd. Dat is een foute boel. Hoever hem over, hij hoeft hem over. Waar ga je naartoe? Teammate, waar ga je naartoe? Pas op, ik moet eruit, ik moet eruit. Alleen nu is het probleem. Uh-oh, nu sta ik hier met mijn sniper. Ik moest eruit. Dit... waar ging die naartoe? Ze lopen allemaal erachterin. Die is neer. Staat er daar ook nog één. Ik hou mijn richtpunt even op hem. Als hij dan opstaat, dan kan ik hem vol... Dat is niet de goede, dat is hem. Kan ik hem vol hitten. Die is ook neer. Naar voren, jongens, naar voren. Uh-oh, ik val. Oh, dat wist ik niet. Paniek. Wat ben ik aan het doen? Wat ben ik aan het doen? Ik ben achter de vijand aan het komen met een pistooltje. Let's go. Let's go. Ik wist dat hij niet raak ging schieten. Ik had al zo'n vermoeden. Die gaat op de grond liggen. Pas op, teammates. Ik heb hem. Die hebben we ook. Oh, wat zijn we beest. Dit is denk ik wel echt mijn wapentje, hoor. Moet ik eerlijk toegeven. Oh, dankjewel voor de medic, teammate. En we worden ook constant gehield. Je ziet dat we echt wel goed samenwerken met z'n allen. Want mijn teammates die proppen heel de tijd healing op ons.
En we hebben alle twee de objectives overgenomen. Ze zitten aan de andere kant van deze heuvel. Alleen de vraag is hoeveel. Die is neer. Die is nu ook neer. En we moeten helemaal... Nee, we moeten helemaal daar naartoe. Oké, dan moeten we maar gaan, denk ik. Nice, zit er nog één volgens mij. Zit er volgens mij nog één hier. Ja hoor. Die hebben we ook nog. Oh, wat zijn we lekker aan het spelen, jongens. Ik heb nu wel echt heel erg snel medic nodig. Dus ik hoop dat iemand het aan me kan geven. Anders moeten we gewoon even wachten. Dank je, teammate. Dank je. Helaas kunnen ze me niet horen, maar ik doe net alsof. Ze zitten allemaal in dit dalletje, man. Dit hele dalletje zit vol. Ik kan hier even... Oh, hij gaat de C4 erop plakken. Doe het, teammate. Ja! Peace! Hij deed een kamikaze. En het lijken net allemaal mieren, man. Moet je kijken, joh. Uh-oh. Alleen we worden nu wel hard gereden. Ik denk dat ik eruit ga. Ik ga eruit. We gaan vliegen. Recht naar beneden. Probeer een beetje op een high ground te landen. Zoals bijvoorbeeld... Op deze heuvel. Maar dat gaat het niet worden. Ik land er gewoon naast. Staan die ook al vijanden voor me. Ja, die zag je even niet aankomen, net dat er in één keer iemand achter je zit. Nee. Oh, ik moet reloaden. Pas op. Hij heeft een sniper namelijk. We hebben hem. Er zat er daar ook nog één. Ja, zeker weten. Oh, wat zijn we op een baseplek geland. Letterlijk achter de vijandige linie. Lekker teammate. Terug naar achter, want ze hebben hem gezien namelijk. Ik zal een ammo boxje droppen. En als team komt eraan hoor, daar komen ze, daar komen de hulptroepen. Let's go boys! Er staat gewoon een tank hier op het ijs. Die is gewoon aan het chillen hier. Oh, pas op joh, je moet niet over mij heen rijden, gek! Het is zo goed spotten, we schieten nu zo ontzettend ver. En eigenlijk iets te ver, waardoor ik ze bijna niet kan raken, maar... Ik heb er één. Die hebben we ook. Nice! Hij schiet zo die hovercraft op zijn bakkes. Dankjewel. Teammate heeft hem uiteindelijk afgemaakt. Dan hoef ik het niet te doen. We moeten weer naar voren. Over 10 seconden gaat de grens open. Dan kunnen we pas echt verder naar voren. En eerst moet natuurlijk dit gedeelte kleren. Volgens mij ziet dit er kleren uit. Dus dan gaan we naar voren, jongens. 1-0. Objective C1 en C2 zijn geopend. We moeten dus weer verder naar voren pushen. Ik ga rennen. Oh, go. Dit is best wel tricky. Maar we moeten toch echt op één manier naar voren komen. Dat is gewoon door te gassen. Oké, nu goed scopen. Nu goed kijken. Waar zitten ze? Zit er blijkbaar één daar binnen. Ja, zeker weten. Die hebben we. Zit er nog één? Die hebben we ook. Goed gedaan, jongens. En nu kunnen we verder naar voren. Twee enemies uitschakelen. Dus we kunnen nu weer door. Die heb ik ook bijna. De ene hangar is nu clear. Alleen nu die andere nog. Kijk, daar staat hij nog. Gehit. Teammate moet hem kunnen afmaken. Hij zit achter die deur, teammate. Ik ga gewoon. Ik heb een granaat gegooid. Ik ga achter mijn granaat aan. Let's go. Ik heb hem met die granaat. Wat een beest. Ik gooi er nog een naar binnen, want hij zit nog vol namelijk. Even wachten. Eén kill. Er zit er nog één. Die komt waarschijnlijk hier dan. Die staat hier achter, hoor. Awesome. En we pushen nu heel goed naar voren met z'n allen. We werken nu heel goed samen. Ik doe die deur gewoon open. Pas op, jongens. De deur gaat open. Hij zit daar. Is dat hem? Dat is hem, hè? Ja hoor, dat is hem. Zeker weten, ja. Zo! Ik word gesniped. Maar we zijn goed naar voren gepusht. Ondanks dat we in uitschakelen, we hebben het echt goed gedaan. Goeie kill. Oh, naast me. Goeie kill. Rustig naar voren.
We proberen nu naar C2 te komen. We hebben C1 even opgegeven, want daar zit ons hele team al. Maar er zit er ook één achter me. Ik moet mijn team gaan helpen. Oh, ik heb hem een paar keer gehit. Laten we 1 minuut stilstaan bij onze minimap. Kijk ons team naar C2 pushen. Kijk ze allemaal naar beneden gaan. Iedereen, één voor één, stuk voor stuk, gaat voor die objective. Wij hebben op dit moment nog 350 tickets, oftewel 350 levens. Meer dan genoeg om dit te halen. Wow, yo! Komen er nog meer aan hoor. Letterlijk allemaal dezelfde ingang hier. Ik gooi even granaten naar buiten. Ze zitten daar namelijk. Misschien moeten we even kijken of we via links kunnen komen. Wow, yo. Never mind. Wow, yo. Er staan er heel veel daar. Ik weet niet of ik moet schieten, joh. Er staan er te veel. Die heb ik uitschakeld. Die heb ik ook. Maar ik moet ook mijn rechterkant in de gaten houden, want daar zitten ze ook. Kijk maar, daar zitten ze ook. Daar zitten ze allemaal. Ik moet reloaden. Ik heb hier goede dekking achter bij de way. Dus als ik deze positie kan blijven vasthouden, zitten we hier goed. Dan schakelen we er heel veel uit. Het nadeel aan dit wapen is echt maar dat er heel weinig kogels in zitten, zoals je zelf ook wel door hebt. Nou, helaas ga ik er nu niet meer krijgen. Je kan uiteindelijk attachments vrij spelen van alles en nog wat. En helaas, op dit moment heb ik die nog niet. Ik heb er één. Echt al die explosies ook, joh. Ik weet soms echt niet waar ik schiet ook. Dit zijn de laatste twee objectives die wij moeten gaan overnemen. D1 en D2 op het olieplatform. Dit wordt geen makkelijke. Dit wordt echt geen makkelijke, want dit is heel close quarters. Waar ga je naartoe? Waar ga je naartoe? Wat ga je doen? Dat gaat je niet lukken. Ik weet niet wat hij deed met zijn met zijn wingsuit, maar dat ging niet helemaal volgens plan, volgens mij. Ik zie er daar ook nog een rennen. Eigenlijk overal waar je kijkt, zie iedereen rennen. Achter ons. Ze hebben onze positie door, zoals je zelf ook al merkt. Maar we leven nog steeds. Ze gooien nu ook. Uh-oh. Ik kan hier fire hiermee, maar ik heb hem nog. Team met ik die 5, je blijft liggen, bro. Kom op. Ik heb je nodig. Alsjeblieft. Die hebben we. Ze hebben echt onze positie door, hoor. Ze komen ook met parachute, alles. Dan komen ze nu uit de lucht. Ze komen met tanks op ons af. We hebben wel nu hulp van onze eigen tank. Goeie kill. Het is fijn, want ik revive hem elke keer. En hij hield me daarna. Oh! Kan je mij nu ook revive, alsjeblieft? Ja, je revive mij nu ook. Tanks, tanks. Dan heb ik nu wel de kill, alsjeblieft. Hey, dit is wel echt teamwork, hoor. Je kan zeggen wat je wilt. Dit is wel echt teamwork hier met z'n tweeën. Alleen zit er nu ook naast ons. Nu niet meer. Oh, dat is een Hoovercraft. Die is neer. Die nu ook. Staat er nog één achter, zag je hem? Ik zie zijn koppie. Ik schiet alles mis. Ik heb hem nog wel. Ik heb ammo nodig. Hop. Ik weet niet of die Hoovercraft al weg is eigenlijk. Ik weet wel dat we hier heel veel aan het doen zijn. Alleen we zijn heel veel aan het doen. Alleen we zijn natuurlijk niet de objective aan het pakken op dit moment. En dat is eigenlijk wel ons doel. Komt er een naar beneden. Ik weet dat hij daar zit. Hij gaat hem sowieso weer pieken. Dat wist ik. Ik moet gaan liggen, want dan lopen er nog meer. Die is niet op te letten. Uh-oh. Zijn we maar door? Zijn we maar door? Zag je het? Jammer, vriend. Ah, en ik ben neer. Nee, ik bleef te lang doorschieten. Voor het einde van de game ben ik even geswitcht naar een assault rifle. Ik zet er wel geen scope op, want dat is iets fijner, denk ik, voor deze close quarters.
En we zijn, althans we hadden, bijna D2 overgenomen. Oké, mijn teammate gaat gewoon volle vaart in. Wat een gekkie. Alsjeblieft. En we zijn nu D2 daadwerkelijk aan het overnemen. Dit is ons doel. Dit is ons doel. Pas op, we zitten hier in die container. Ik zag hem al staan. En we nemen hem over. We nemen hem over. Dit is goed. Dit is perfect. Let op links, jongens. Probeer even naar boven te gaan. En die was zo scheef, jongen. Wajo. Ik heb hem wel tegengehouden. Mijn team heeft hem uiteindelijk uitschakeld. En we hebben de objective. We hebben de objective. Daar ging het om. Die objective is nu van ons. Scope erop, want nu schieten we wel weer lange afstanden. Ik moet even kijken. Daar zit, hier zit ook een zipline. Nee, niet. Daar zit een trappetje. Ik moet even snel naar een zipline rennen, want dan kunnen we weer bovenop het platform komen. Aan de kant. Niet raak schieten. Oké, naar boven. Naar boven, naar boven, naar boven, naar boven. En we zijn veilig. Teammate ligt hier wel down. Ik revijf je. Let's go. En hebben we nog één objective te gaan, maar mijn teammate zijn zo aan het capturen. Mijn teammate is de objective al aan het capturen. De laatste. D1. Dit wordt hem. Hij is zelfs met een tankje opgereden. Dit wordt hem. Dit is de laatste. Dan hebben we gewonnen. We hebben gewonnen. Ja, let's go. Woo. Alle objectives hebben we aangevallen. We hebben er in totaal 44 minuten over gedaan. Dat is echt gewoon bizar lang. Maar we hebben het gehaald. Let's go. Oh boy, wat er allemaal in deze game gebeurde, ik heb werkelijk geen idee. Het was chaos eerste klas, maar dat is Battlefield. 48 Marksman Rifle Kills hebben we gemaakt met onze DM7. Dat is echt heel erg veel. En dat was hem ook voor vandaag. Dus heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Heel erg bedankt allemaal voor de support. Bedankt natuurlijk ook EA voor het sponsoren van deze video. En hoop ik ook weer tot de volgende keer. Bye bye mensen.